Welkom mensen, bij weer een gloednieuwe video. Vandaag heb ik de allereerste aflevering van de Plot Spotlight serie hier op onze eigen server. Zou je graag de server willen joinen? Dat kan. Aangeraden om het op 1.8 te proberen. Het kan zowel 1.8, 1.9 als 1.10. Op het moment hebben we nog een klein probleempje met de anti-cheat in verband met kicken als je op 1.9 of 1.10 zit. Server IP staat in de beschrijving, play.vlekloos.net. En ja, wat houdt deze serie in? Wat houdt deze serie in? In deze serie ga ik plots bekijken, random plots van jullie. En ga daar gewoon mijn eigen gedachten over laten weten. Het zijn niet de plots die speciaal gemaakt zijn voor map van een kijker. Dus het zijn wel echt gebouwen. Laat weten wat je van de serie vindt en of je het meer wilt zien. Laat het ook weten door een duimpje omhoog als je het meer wilt zien. En dan gaan we gelijk beginnen. Hier recht vooruit zal ik maar gewoon meteen beginnen. Het is namelijk het plot van uit mijn hoofd meneer Pingwing en Casper 049. Het is echt het eerste plot die gemaakt is op de server. Ik zet heel even mijn speed op 1 van vliegen. Dit is echt de eerste plot die gemaakt is op de server. Dan zou je denken, wacht eens even. Ik had bij die begin, toen ik alles had laten zien, stonden er al andere plots. Namelijk deze, die, de boom en hier de achtbaan van Ramsey. Die zijn namelijk nog op de oude server gebouwd. En deze is echt het eerste plot, de eerste plot die hier gebouwd is. Dus we gaan lekker even bekijken. Dan staat hij trouwens op het sign. Hier is de tijd ingesteld op 6000. Ah, dat zie ik. Netjes. Nou, om te beginnen een hele vette boot. Die echt een beetje random in het plot zit. Ik moet ook zeggen dat het niet zo heel diep is. Dus daar hadden ze misschien wel een beetje over na kunnen denken. Maar goed. Het bootje ziet er wel echt gezellig uit. Met hier een heel klein kamertje voor de kapitein. Om te kunnen slapen. Met hier een mega grote vuurtoren. Dan gaan we toch eens maar eens even kijken of we ook helemaal naar boven kunnen gaan in de vuurtoren. De trap heb ik al een keer gelopen. Dus ik ga er wel even een beetje vliegend doorheen. Want ik weet dat de trap erg lang is. Die hebben ze echt heel leuk gemaakt. Heeft wel echt veel tijd gekost denk ik. Want al die slaps moet je maar even lekker zo precies neerzetten als wat ze hier hebben gedaan. Volgens mij op mijn hoofd hadden ze alles gekopieerd en geplakt erin. Maar dan nog is het best wel veel werk. Dus ik hoop dat... Ik weet niet meer precies wat ze in de bovenste kamertje hadden gemaakt. Dus ik hoop dat het wel een beetje spannend is. Of goed, leuk om te zien. Want anders ben ik helemaal erin gegaan voor. Ah. Nee, ze hadden eigenlijk niet echt super iets speciaals. Behalve het grote licht natuurlijk. Ze hadden misschien wel iets leuks. Trouwens een toevoeging. Ze hadden een soort van... hoe heet het? Een blad kunnen doen. Die dan... In je fantasie dan om de lamp heen draait. Omdat de vuurtoren meestal één kant per keer op schijnt. Dus dat was misschien... Zo, dat was misschien wel leuk geweest. Nou, verder kan je hier lekker uitkijken. Hè, naar Parijs. Naar de spawn. Livestream plot. Dus ja, dat was het plot van meneer Pingwing en Casper. Kijk, kan je hier ook mooi zien. Nou, op het moment staat er alleen Casper erop. Maar... Ik weet wel dat meneer Pingwing hier ook mee aan had geholpen. Dan gaan we door naar toch even deze. Dit is wel weer een wat ouder plot. Maar die wordt als goed is weer in nieuw leven gebracht. Deze is namelijk van J-Power X1000. En er staan nog een aantal signs die nog leeg zijn. Hier ook. Maar als het goed is ging hier meer mee verder. Dit was namelijk echt een story van verschillende steden. Die hij bij elkaar heeft gezet. Natuurlijk is hier de Eiffeltoren een hele typerende verschijning. Ik moet wel zeggen dat hij de Belgische vlag erop heeft gedaan. Maar ja, dat mag natuurlijk gewoon. Ga ik toch heel even naar binnen. Oh, even kijken of we hier... Oh nee, binnen was hij echt letterlijk helemaal leeg. Hier stonden ook allemaal andere signs. Hij had volgens mij in het originele story had hij gedaan dat je dan naar boven moest vliegen daar. Dat is wel netjes. Ik ga gewoon lekker even verder vliegen. Kijken wat ik tegenkom. Want ik zag hier ook wel een erg leuk huisje. Dit is ook echt pas het begin van de plots.
Dus ja, het kan zijn dat je deze aflevering best veel nog niet afgemaakte plots ziet. Op zich is dat niet zo heel erg, want ja, je hebt natuurlijk altijd een heel leuk begin. Maar laten we wel even weten of jullie graag plots zien die echt af zijn. Of dat je het niet zo erg vindt als ik plots in de ene aflevering op het begin laat zien. Op het begin van de plot en daarna in een andere aflevering de rest van de plot. Dit is namelijk een soort van achtbaan, Afrika achtbaan. Ik zal even kijken wie hem ook weer gemaakt had. Volgens mij was het Rodi. Ja, Rodi, kijk eens aan. Die had dit eigenlijk als soort van trial gemaakt voor het pretpark bouwen. Je ziet, het is best wel netjes allemaal gemaakt. Heel leuke stijl heeft hij gebruikt. Je ziet, er moet nog veel aan gebeuren. Maar heeft natuurlijk een heel leuk begin. Als thema dus Afrika. Je ziet het ook goed aan de vloer. Verder dit kleine huisje. Je kan er al in. Maar hij is nog een beetje leeg. Dus dat gaat nog allemaal komen. Dus dan kan het zijn dat ik in de volgende afleveringen dan een plot weer opnieuw laat zien. Als hij weer een stukje verder gemaakt is. Hier ook weer gewoon een leuke brug gemaakt. Van wie is deze? Zento. Hey, van Glenn. Ook erg leuk. Wat het gaat worden weet ik nog niet echt. Hij had trouwens wel ook... ik zat even verkeerd te kijken. Want ik dacht, hè, was plot nou in één keer klein? Nee, hij had hier ook een soort van berg neergezet. Dus ja, wat dit helemaal moet gaan worden, het is nog een klein beetje een verrassing, denk ik. Maar goed, ik ben er heel benieuwd naar. Dan gaan we naar de volgende plot. Namelijk van Melvin. Die een Parijs-Amsterdam-Berlijn-achtige... creatie al gemaakt had. Ik denk dat dit de Berlijnse muur moet voorstellen met de tank of zo. Uit Rusland misschien dat die komt, de tank of zo. Maar ja, het begin is er al in ieder geval. Je ziet het plot is nog niet helemaal echt volgebouwd. Maar goed, een heel leuk begin. Dan gaan we hier naar achter. Naar ja, degene die volgens mij tot nu toe het meeste heeft gespeeld op Creative. Namelijk Secret YouTube Fam. Brit, die heeft echt al veel gebouwd. Je ziet het. Dit is echt de tweede of derde dag van het creative. En ja, je ziet. Ze heeft echt al veel gebouwd hier. Zoals ze zelf zegt dat ze flink aan het no-life is. Ze is nu ook gewoon online. Ze is weer verder aan het bouwen. Ja, wat ze heeft gebouwd is wel best wel apart, moet ik zeggen. Want dit lijkt wel echt op een hele gekke soort van kerk. Of een hutje. Want dit moet, ik denk, een deur voorstellen. Neem aan van wel. En ja, hier natuurlijk gewoon hele leuke toevoegingen. Met bijvoorbeeld hier dat kleine meertje en hier dat kleine huisje. Kan je er ook in trouwens in dat huisje? Ben ik wel even benieuwd naar. Ja, deurtje gevonden. Deurtje afgesloten helaas. Daar kan je nog niet in. Misschien dat ze er ooit nog iets in gaat maken. Maar goed, je ziet, dit plot ziet er echt heel erg indrukwekkend uit. Ja, ziet er echt heel indrukwekkend uit. Dus ja, shout-out naar jou, Brit, voor het maken van deze plot. Je ziet, hij is nog, of ze is nog een beetje bezig ermee. Maar goed, ik denk dat hij over een paar dagen alweer ja, een heel stuk verder is. Vooral hier dit stuk in beneden vind ik wel erg leuk. Een soort van parcours erin gemaakt. Die ook te doen is. Want... je zag, ik kon het op zich wel halen. Ja. Dus dat is wel leuk. Klein parcoursje erin gemaakt. En even kijken. Ik ga toch heel even rondspieken of er nog meer echt iets... want dit is pas alleen deze kant. De volgende keer ga ik even naar de andere kant. Aan de andere kant staan ook best wel leuke plots. Natuurlijk kun je zelf ook de plots bekijken door naar de creative te gaan op onze eigen server. Dit was de eerste aflevering, mensen. Laat even weten wat je ervan vond. Of je het een leuke serie lijkt. Natuurlijk kunnen we er veel meer afleveringen van gaan maken. Het is echt pas het begin van de creative server. En er gaat nog veel meer komen. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Laat even weten nogmaals wat je ervan vindt. Door een reactie en door een duimpje omhoog. Als je het echt leuk hebt gevonden. Abonneer als je nieuw bent. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later, mensen.